Goedendag iedereen op deze maandag 23 november 2020. Ik ben hier aan het eindpunt van Hulst. Dus langs deze route heb je nog 2 kilometer naar België. Dus namelijk het Belgische De Klinge. 2 kilometer en aan de linkerkant de stad Hulst. 2 kilometer. Ja, die route hier wordt normaal gebruikt in de vrije tijd en ook voor snelle verbinding. Je moet niet via de hoofdroute gaan. Voilà, deze locatie hier is de Molenstraat. Voilà, ik ga nu nog even hierover, terug langs de route van het bos. Je ziet de oude spoorwegbaan, dat is gewoon, ja, hier nog 2 kilometer en je bent te Hulst en de andere kant nog een 13-tal kilometer voor Sint-Niklaas. Dus opnieuw de route voor, ja, vanuit Hulst tot het station, zou ik bijna kunnen zeggen, van Sint-Niklaas. Je kan inslaan aan het groot postkantoor. We gaan nog even de beelden uit de lucht bekijken. Vlaag hier nog even de kaart bij de hand. Dus ik ben hier op die blauwe stip. Dus je ziet het goed hier. He. Kapellebrug, de grens met België. Daar aan de locatie Leonidas hier. En dan de andere kant de stad Hulst. Sint-Jansteen, dus een volledig groen gebied hier. Dus hier in zicht nog op de route naar Hulst, dus een 2-tal kilometer. Dus wordt gebruikt om te fietsen natuurlijk, te joggen zoals je hier ziet. Ja. Heel positief, sportief, van in de ochtend. Het is altijd leuk om mensen zien te joggen, te fietsen. We gaan even verder. We gaan even direct hier in de richting van Kapellebrug. Dus hier voor ons, dus, ja, het begin van Kapellebrug. Dus altijd maar rechtdoor en dan komt hij aan de Belgische grens met Stekene en aan de linkerkant Sint-Gilles-Waas. Dus daar de N290. Ik ga nog even stijgen hier, want we zitten hier toch wel met bossen en zo. Momenteel een hoogte van 100 meter. Zo, ik ben hier al aangekomen aan de N290. Dus de N290 hier, dus de aansluitingsroute tussen België dus en de ingang met Hulst. Sint-Jansteen, dan die prachtige bossen hier met de fietswandelroute hier aan de rechterkant en recht voor ons natuurlijk de stad Hulst.
Hier een open locatie in dat bos. Ik ga even kijken hier wat er hier te zien is. Het is gewoon een open plaats. Ik ben ondertussen even doorgevlogen hier naar de route voor de fiets. Of om te wandelen. Nee, dat is wel leuker om te zien. Je ziet hier een pracht van de route. Het is een verharde route. Ja, bestaat uit zand, kleine steentjes momenteel. Dat zal wel verbeteren, had ik gelezen in de toekomst ook. Ik zeg, een mountainbike is wel iets beter dan de stadsfiets. Maar je kan best op je gemak wel naar Hulst rijden. En dan hier, bijna aan het eindpunt, kun je even op de linkerkant zie je dus ook de route, dus de betonnen landbouwroute aan de linkerkant, om ook met de fiets richting Hulst te gaan. Dus tussen de N290 en het bos hebben we daar nog ook een route. Ik ga daar straks nog even naartoe gaan. Het ziet absoluut prachtig. Dus momenteel een hoogte van 110 meter. Dus nog een stuk van Hulst en dan volledig hier rechtdoor het Nederlandse De Klinge. Dus ook wel volledig afgelegen van Hulst. Enkele kilometers ook te bereiken. Meestal het beste met de fiets. Ik zeg, bussen vind je hier praktisch niet. Er zijn geen stadsbussen, het zijn vaste lijnen richting Terneuzen, richting Hoes. Maar bon, ik zeg, de fiets is wel bijzonder interessant hier. Ik ga even terug uit het bos hier. Ik kan even feitelijk wel zeggen dat er niet zoveel verkeer is momenteel. Natuurlijk hier recht voor ons de kerncentrale van Doel. Dus van deze locatie hier moet je rekenen een twintigtal kilometer in vogelvlucht. Ook mooi in beeld. En voor de rest heb je daar nog ook een dorp Grouw aan de linkerkant. En dan heb je de Westerschelde. Dus meer aan deze kant is er feitelijk niet. Het is puur natuur. We gaan even naar de andere kant vliegen daar. Waar dat de betonnen landbouwroute is. Dus ik ga even naar daar nu. Zo, beste mensen, ik ben bijna aan de andere kant. Nog even hier, ik ga hier nog even rechtdoor voor deze betonnen weg dat jullie kunnen zien. Dus de betonnen weg die loopt tussen de N290 en het bos. Dus hier mooi in beeld. Zo. Dus met de fiets ook de mogelijkheid is langs hier. Dus als geest de oude spoorwegbaan doet, hij komt dan aan de locatie van Kapellebrug, kan je feitelijk al deze route nemen, ben je even wat beter met je fiets.
En zo ga je dus verder naar Hulst. Zo druk is het niet aan de N290. Even stijgen tot 100 meter. Altijd een mooi panoramisch zicht hier. Ja, het is redelijk bewolkt. Allee, het was nogal wat mistig in de vroege ochtend. Dus hier volg je gewoon de route en kom je aan Hulst. En dan verder op het kruispunt naar links, dus Sint-Jansteen natuurlijk. En de rechterkant richting Hulst of Stationsplein even verder. Hier ook nog een mooi beeld, dus richting België. En hier zou de markering moeten zijn van Nederland. Dus op dat bord hier. Nee, het zal dit bord hier zijn. Dus dit bord hier is de markering Nederland. Zo, beste mensen, was het hier even. Te Hulst, Zeeland, Nederland. Nog eventjes enkele leuke beelden delen. Ik zeg, dat kost geen moeite. Dat is 10 minuutjes werk.